De tribune waar normaal gesproken de fanatieke aanhang van NAC huist. Maar die hadden een wat veiliger heenkomen gezocht. En pas nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven, kon er weer worden gevoetbald. En zoals gezegd, dat was dus pas na 3 kwartier. Om 8:15 nam die wedstrijd pas een aanvang. Onrust bij de spelers. Vooral ook spelers van NAC. Die er met hun gedachten nog niet helemaal bij waren toen er uiteindelijk werd afgetrapt. Want let u maar eens op deze aftrap van Heerenveen. Hansma met een lange paas op Wouden. Die loopt er zo in zijn eentje helemaal doorheen. En maakt dan heel beheerst 0-1. Maar dat was ook meteen het enige hoogtepunt voor Heerenveen. Want daarna scoorde NAC maar liefst 5 maal. 2 maal Arnold, Abdeloui, Brusselers en Admori Koro. En er was ook nog rood voor Abdeloui en een hele vracht aan gele kaarten. Fortuna Sittard Vitesse werd 0 uitgesteld. In het uitverkochte stadion waren 11.000 mensen aanwezig toen het dak van een houten staantribune vlam vatte door een brandende fakkel van een supporter. Het stadion werd onmiddellijk ontruimd. De supporters werden opgevangen op een oefenterrein van de Bredase club. Niemand raakte gewond. Na 3 kwartier konden de ploegen van NAC en Heerenveen weer het veld op. De politie onderzoekt nog of er sprake was van opzet of gewoon onhandigheid. President Yeltsin zal morgen een vredesplan voor Tsjetsjenië bekendmaken. Of hij die vrede uit... Vicky, de oude overdekte staantribune stond in brand. Er is 1 arrestatie verricht. Is die al of niet aangestoken? Dat moet nog blijken. Maar men moest dus 3 kwartier wachten alvorens de brandweer de belendende percelen ook nat had gespoten. Toen ging de aftrap. En toen bleek NAC nog te slapen. Want Wouden gaat er 1 keer door. En maakt binnen 9 seconden 0-1. Prachtig. Zo snel. Wouden. Dan een hoekschop van Abdeloui. En dan het appel hier van Hens, van Tobiasse, de scheidsrechter wacht even, luiten, ziet dat er geen voordeel is voor de Bredanaars, legt de bal dan nog op de stip. Woede alom, maar de penalty wordt genomen en Abdeloui mag dat doen. 1/2 uurtje gespeeld, 1-1. Dan op slag van rust, deze slimme vrije trap van Lokhoff op Brusselers, uit stand maakt hij 2-1. Zwager gelopt. Dan in de tweede helft als Heerenveen in de aanval is en Echtold wordt aangespeeld en de bal verliest. Arnold kopt dan door op Abdeloui en die neemt de bal hier. Blijkbaar met zijn hand mee. Hij had al geel in de eerste helft. En dan moet hij van de scheidsrechter het veld af. Wegens opzettelijk hens. 2 keer geel is rood. Abdeloui wordt dan bij het verlaten van het veld weer beledigd. Weer tussen aanhalingstekens trouwens. En zal tegen een Heerenveen supporter een klacht indienen na de wedstrijd. Maar heeft wel rood. Een 10 van NAC moet er dan tegen 11 van Heerenveen op tornen. Maar het gaat aardig. Zie deze lange bal. En Arnold maakt er 3-1 van. Eerder bij de bal dan Zwager. En in Breda dromen ze van Europees voetbal in het nieuwe stadion. Zeker als dit gebeurt. Dus een snelle goal. Brusselers paaste. Arnold maakt zijn 15 van het seizoen. 4-1. Vorige week 4, nu deze. Het oude, sympathieke stadion viert nog eenmaal feest. Dan Schepers, die paast op de doorgebroken, niet buitenspel staande Admori Koro. En die maakt pal voor tijd 5-1 voor NAC. Admori Koro. Fortuna.